Meneer Peters, leuk weer te moeten. Maak er mee. Alles goed? Ja, zeker. Goed. Nou, Guus. Ga zitten. Zit hier nog prachtig bij dat water hier, hè? Ja. Dan liep ik laatst door het kasteelpark in Elslo. Ja. Zie je daar overal water uit de grond komen? Zie je daar massas water daar bij die watermolen? Nou, en ik vraag me toch af, eigenlijk, waar komt er in godsnaam er al vandaan, dat water? Ja. Kan je daar iets over vertellen? Nou, dat heb je goed gezien. Dat is een van de kenmerken van het kasteelpark en de aanpalende bossen. Het vele water wat uit de helling komt. Dat is op zich een bijzonderheid, René. Dat komt doordat daar op een 40 meter NAP zit in de helling een kleilaag. En dat is een bijzondere kleilaag. Die is niet door de Maas en ook niet door mensen daar neergelegd. Die is door een oerzee ontstaan. En als je over oerzee hebt, hoeveel jaren terug moet ik dan denken? Nou, dan moet je toch miljoenen jaren terugdenken. En waarom de kreet oerzee? Waarom niet gewoon een zee? Oerzee, dat is een zee waarin het eerste leven is begonnen. Oh, ja. Dus de allereerste zeeën. Ja, de ontwikkeling van een helling, zoals in de bossen, dat gaat zo ver terug. Dat gaat op oertijden terug. En in die oertijden bestonden oerzeeën. Oh ja. Vandaar. En bestonden ook die hellingen en al dat soort. Ja, en in zo'n zee moet ergens op een bepaald moment een kleilaag zijn ontstaan. En door het stijgen en het dalen en weer stijgen van de grondlagen komt hij op een gegeven moment op een bepaalde hoogte, zoals nu. 40 meter zeg je? 40 meter. 40 meter diep zit een kleilaag. En die is essentieel voor het hele waterspel daar. Ja, want door die kleilaag kan het water niet verder de bodem inzinken. Oh. Ja, en dan heb je het Maasdal. En op een gegeven moment, 250.000 jaar geleden, slijt de Maas, het huidige Maasdal, uit. En doorsnijdt eigenlijk al die aardlagen van bovenaf en ook die boomse laag, zoals die laag heet, die kleilaag. En daardoor komt dat water, kon dan vrij het Maas al in gaan lopen. Beekjes vormen, moerassen vormen. Maar ik moet kijken, eigenlijk is het hartstikke simpel, hè? Dus, wel, ja. Het feit dat daar zo'n kleilaag is ontstaan, is al het regenwater, ja? Dat stroomt ook nog een beetje, hoe moet ik zeggen? Een beetje komvorming. Dus ja. Als het ware een bassin vormt zich daar. En dat water kan niet naar beneden. Ja. Het water is een kracht, dus dat moet ergens weer vandaan komen, naar buiten komen. Ja. En zo komen we naar buiten. Zo is dat. En waar komt het? En als je het dan hebt over die kom, hè, waar het water in stroomt, hè, ja. Waar moet ik denken, is dat een kilometer omtrek of zeg je, is dat kilometers vandaan? En ik heb me laten vertellen dat Schimmer er ook nog een belangrijke rol in speelt. Ja, hoe ver ze het binnenland ingaat, dus onder het plateau van Schimmer door, kan ik je niet zeggen. Dat weet plateau ik. Van Schimmer, dat komt ook wel van Schimmer. Ja, wat is plateau van Schimmer? Van Schimmer, dat is het hoger gelegen gebied. Dus je hebt het Graatheide plateau waar DSM, Geleen, Stijn, zit daarop ligt. Ja. Dan ga je feitelijk in Beek heb je al een helling, dat is de Otsteeg. Die vind je ook in Put, de Putterberg, in Sittard, Kolleberg. Oh ja. En dat is eigenlijk de aanzet van het heuvellandschap. Ja. Maar het heuvellandschap is eigenlijk een groot plateau, wat ooit omhoog gekomen is samen met de Ardennen. Hmm. En de Maas heeft daar diepe dalen in uitgesleten. Die Maas die heeft zich vaker verplaatst gehad. En dat is ook weer een proces van miljoenen jaren. En die heeft in dat plateau dalen uitgesleten. En zoals je nu het Gulpdal hebt, het Geuldal hebt, zelfs bij Kerkrade die dalen, gaan allemaal terug op Maasdalen. En die Maas die heeft dus daar feitelijk een soort grote eilanden gevormd. Of omspoeld. En dat is een plateau. Zo heb je het plateau van Margraten. Maar zo heb je ook het plateau van Schimmert. Ja. En plateau van Schimmert ligt feitelijk tussen het Maasdal, het Geuldal, het Geleendal en dan het noorden, de Graatheide plateau. Ja. En wat je nou goed begrijpt is, Schimmert levert dus niet alleen water uit de watertoren in het recente verleden, maar in vroegere jaren, het water wat in Schimmert als regenwater neerviel, kwam dus terecht in Elslo in die kom. Uiteindelijk wel, maar nu nog feitelijk. Hè? Nu nog steeds. Dus, en die... Je ziet eigenlijk continu, als je door dat bos loopt, zie je dat water daar uit die bos rondkomen. Maar is dat afhankelijk van het seizoen of van de hoeveelheid regenwater? Of nou nee, die hoeveelheid die is toch zo groot en die verzamelt zich, die zakt geleidelijk naar beneden, naar de kiezelagen, tot op die boomse laag. En dat duurt zo lang
eigenlijk als je een droge periode hebt, die wordt eigenlijk niet onderbroken door die droge periode, want een opvolgende periode van regen zal het water weer opnieuw gaan aanvullen. Dus dat betekent dat die bronnen altijd constant zijn en altijd in zomer, winter, droogte of een regenperiode altijd een constante hoeveelheid water aanleveren. Mag ik nog stellen, Willem, de voorouders van honderden jaren geleden, ja, die hadden veel dingen hadden ze gebrek, maar water is absoluut niet. Wie dus hier woont rond dat kasteel? Hier bij het kasteel zeker niet, nee. Elders, als je op een plateau woonde, dat was een andere zaak. Dan moest je feitelijk 30, 40 meter graven eer je op die grondlaag zat. Ja. En die mensen, die voorouders, zoals 100 jaar geleden, die waren verdomde handig, hè? Want waar gebruikten ze dat water onder andere? Dat had een enorme functie, niet alleen om te drinken, maar dat had nog, ja, en uiteraard zien we de molen dus, ja, om het molen gelaten, maar daarnaast had het nog een hoop functies, hè? Water was essentieel. Water was voor het vee, wat enorme hoeveelheden water drinkt, trouwens. Voor het vee heel belangrijk en ook voor dagelijks gebruik door de mens natuurlijk. Zonder water is geen leven. Het is dan ook logisch dat zich bij de sterke bronnen de oudste bewoning bevindt. En dat vind je hier feitelijk in ons gebied ook. Nu is dat afgegraven door het ten gevolge van het Julianenkanaal, maar het oudste aalsel lag waar nu het Julianenkanaal is, op de Maas, en daar waren ook bronnen. En dat was ook in het Maas al heel waterrijk. En ook hier wat nog over is aan het brongebied van de Slakbeek. Daar, om dat punt wat we nu aan de Kaak noemen, daar is ook de bewoning ontstaan vanwege de aanwezigheid van die bronnen. Men had toen nog geen putten of waterleiding. Dat bestond niet. Maar het water is, zoals we zeiden, het water is enorm belangrijk als eerste levensbehoefte. Het werd dus als drinkwater gebruikt, het werd gebruikt om de molen aan te leggen. Maar daarnaast had het nog een hoop functies, geloof ik, hè? Met koeling en... Toch even, dat is ook natuurlijk, maar je hebt al over de molenaandrijving. De molen, een molenwiel was de eerste grote krachtbron wat men kende voordat men de stoommachines uitvond. Wilde men olie uitpersen, wilde men graan malen en andere toepassingen waar een molen voor gebruikt werd, zagen, houtzagen, dat deed men met molens. Maar men kon niet zomaar ergens een molen neerzetten, windmolenstechniek, die bestond hier nog niet. En wat men wel had, was het water. Dus de kracht van het water maakte de kracht van het water. Ja. Dus dat was eigenlijk de krachtbron van onze voorouders. Ja. Maar nog even terugkomen op wat je later zegt van koeling. Dat is inderdaad ook het geval. Ja. Dus daar werden huizen mee gekoeld met water. Nou, huizen. Of als koelkast diende, laat ik het zo zeggen. Ja. Wat het bijzondere hier is op het kasteelcomplex is dat men feitelijk vanaf de bron van de Slakbeek tot de uitmonding in de Maas optimaal gebruik heeft gemaakt van het water. En we hebben al aangehaald als drinkwater voor mens en vee. Dat was bij het begin van bij de bron van de Slakbeek, maar ook onder aan de Maasdal, aan de Maasberg, zie je nu nog steeds een sterke bron uitkomen in de vorm uit een pijp, uit de muur, die ook dezelfde functie had als hoofdbron van water voor het gebied, bewoonde gebied eromheen, voor mens en dier. Aan de koeling, dan krijg je, omdat men natuurlijk dat kasteel, complex, dat werd aan die boerderij, die werd op een gegeven moment in de helling gebouwd. En daar werd ook een stuk van de helling afgegraven. En in die helling zat natuurlijk dat bronwater op die laag, die kwam men ook tegen. En toen heeft men inderdaad heel effectief gebruik gemaakt om het water zodanig door het kasteel en door de kasteelboerderij te leiden, dat men daar ook als